Wat hebben deze gekleurde en transparante papiersoorten met elkaar gemeen? Je kan ze met witte inkt bedrukken. Je krijgt hiermee prachtige contrasten. En we hebben wat slimme trucjes om je drukwerk er nog specialer mee te maken. In deze video vertel ik je er alles over en laat ik je prachtige voorbeelden zien. Hoi, ik ben Marjolein. Leuk dat je kijkt. Witte inkt is iets heel bijzonders in de drukwereld. Deze zit namelijk niet standaard in een full-color pers. Zoals je misschien weet zijn er 4 standaard drukkleuren, net als in die van jouw eigen printer thuis. Cyaan, magenta, yellow en black of key. Samen vormen zij CMYK, waarin de K staat voor zwart. In dit rijtje komt dus geen wit voor. Dat is niet nodig, omdat papiersoorten meestal van zichzelf al wit zijn. Maar wij hebben witte inkt nu toch toegevoegd aan ons assortiment. Een 5e drukkleur dus. Waarom? Je kunt hiermee de meest unieke ontwerpen maken. Vooral op onze gekleurde en transparante papiersoorten. Om maar meteen even wat voorbeelden te laten zien. Hier zie je een hangtag en een geboortekaartje met witte inkt op Paperwise voor subtiele witte accenten. Een kaartje met boorgat gedrukt op kraftpapier met witte inkt. Een kaartje gedrukt op transparant kalkpapier en een paar samples van ons, waaronder zwart papier en andere kleuren die we aanbieden met witte inkt. Waar kun je deze mooie inkt allemaal op bestellen? Dit kan op onze papiersoorten kraftpapier, Paperwise, kalkpapier, zoals je net zag. En ook op transparant stickermateriaal en op de gekleurde papieren die we aanbieden is het mogelijk. Op ons black papier is witte inkt zelfs noodzakelijk, want tja, alle andere kleuren vallen hierop natuurlijk weg. En dan nu de trucjes. Witte inkt kun je heel goed als deklaag gebruiken onder een full-color ontwerp. Mocht je dus een gekleurd ontwerp willen drukken op bijvoorbeeld kraftpapier, dan adviseren wij om een witte laag onder dit ontwerp te drukken. Deze witte laag dient dan als een deklaag en drukken we als eerst. De witte inkt is superdekkend, dus zelfs op ons zwarte papier kun je al knalkleuren drukken. Ook bij transparant stickerpapier is dit een hele leuke optie. Kleuren worden bij transparante stickers namelijk altijd half doorschijnend. En hoewel dit een gaaf effect geeft, wil je soms juist dat de kleuren er afspatten. Voor contrast kun je daarom ook hier voor een onderlaag van witte inkt kiezen. Hoe je dit doet? Bekijk daarvoor onze tutorial over het aanleveren van witte inkt. Linkjes voor zowel de Illustrator als InDesign tutorial staan in de beschrijving. Zie je al wit van alle informatie? Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Kijk voor meer video's met toffe afwerkingen zeker ook even bij onze andere video's. En ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog geeft.